Bij het licht hebben we het vaak over lenzen. Lenzen kom je tegen in verschillende soorten en maten. Zo hebben we hier er een paar liggen. Een lens is niet meer dan een doorzichtig iets wat in het midden dikker is dan aan de buitenkant. En als dat het geval is, dan buigt het licht af naar het midden. Zie je hem hier? Stel je voor dat de verhouding wat sterker is, dus aan het midden is die veel dikker dan aan de zijkant. Dan buigt hij ook veel sterker af. Deze maakt niet uit of ze aan beide kanten gebogen zijn. Ook als het aan één kant gebogen is, dan nog steeds. Als het aan het midden dikker is dan aan de buitenkant, is de lens. Andersom kan ook. Dit is een holle lens. In het midden dunner dan aan de buitenkant. En dan zie je dat het naar buiten afbuigt. En je ziet ook iets anders ontstaan. Hier aan deze kant zie je dat het licht, het weerkaatsende licht, een mooie kruispunt vormt. Oftewel, deze lichtstralen lijken vanuit een bepaald punt te komen. Dat gaan we nog gebruiken. We gaan eerst eens even naar deze verschillende lenzen kijken. We nemen deze bolle lens. Als we naar deze bolle lens kijken, dan zien we dat het licht afgebogen wordt naar één punt. Dat tekenen we even. We tekenen een lijn op de plek waar we de lens neerleggen. Hupsakee. Dan leggen we de lens netjes overheen. En daarna gaan we kijken wat het licht doet. Als de lichtstralen recht op de lens afgaan, buigen ze heel mooi naar één bepaald punt. Buigt heel mooi naar één punt toe. Dus rechte lichtstralen komen heel mooi uit in dat ene punt. Het maakt niet uit waar die lichtstralen binnenkomen. Ook als ik hem hier het eind doe, ook dan buigt hij mooi naar dat punt toe. Hier. Hij buigt keurig. Het is altijd even een beetje puzzelen dit. Maar het buigt allemaal naar één punt toe. Dus elke rechte lichtstraal die eraan komt, buigt af naar dit ene punt. Dit noemen we het brandpunt. En de afstand die we hebben tussen de lens en dat brandpunt is de brandpuntsafstand. En die wordt aangegeven met de letter F uit het Engels focal length. Een focus, dat ken je misschien wel, komt daar ook vandaan. Dus dat is de brandpuntsafstand. Of je nou vanaf de ene kant dit trucje doet, of vanaf de andere kant, dat brandpunt zit aan beide kanten. Dus stel dat ik de lichtstralen zo omdraaien. Ik doe hem aan de andere kant. Ook dan kom ik weer hier een mooi brandpunt. En die heeft een brandpuntsafstand die even groot is. Dus aan beide kanten even grote brandpuntsafstand. De sterkte van de lens hangt samen met die brandpuntsafstand. We hebben hier F, brandpuntsafstand, de sterkte van de lens. Geven aan met S, de sterkte. Is 1 delen door F. Dus stel je voor dat die brandpuntsafstand hier 10 centimeter is. Een nanometer. Ja, zo'n 10 centimeter. Dan doe ik dat in de standaard eenheid 0,1 meter. Dan is dat 1 delen door 0,1. En dat is 10. En de eenheid van de lenssterkte is dioptrie. DPT. Nou, zo rekenen we de sterkte van een lens uit. En zo kunnen we hem dus ook bepalen. Aan beide kanten met de brandpuntsafstand. Ditzelfde trucje kunnen we ook herhalen voor holle lenzen. Dan halen we deze even weg. Een nieuw blad. Onze holle lens. En wat doet onze holle lens? Die laat alle lichtstralen naar buiten lopen. En hoe gaat dat? Daar gaat de ene lichtstraal. Daar gaat de andere lichtstraal.
Ik teken even op de plek van de lens een dikke lijn. Zo hebben we hem. Ook hier hebben we een brandpunt. Alleen de lichtstralen komen niet bij elkaar. Dus dat betekent, we zien die lichtstralen al hier een beetje reflecteren en hier bij elkaar komen. Dat betekent dat we een soort virtueel brandpunt kunnen maken. Dat virtuele brandpunt krijg je als je deze lijnen netjes doortrekt. Dat brandpunt hier, het is er niet. Maar je zou kunnen zeggen, het is er alsof wel. Dus dat betekent dus ook dat waar we normaal hier de brandpuntsafstand hadden, kunnen we nu kijken naar hoe groot is die hier. Nou, in mijn geval is die, nou, laten we hem ook weer voor het gemak een beetje grof meten, op 10 centimeter. Dan zeg ik, de brandpuntsafstand is min 10 centimeter, oftewel is min 0,1 meter. Dus zo zeggen we, de brandpuntsafstand is min 0,1 meter. En als we een brandpuntsafstand van min 0,1 meter hebben, dan betekent dat ook dat S is 1 delen door F is 1 delen door min 0,1. Kan ik uitrekenen. Dat is min 10 dioptrie. Dus een holle lens heeft een lenssterkte die negatief is. Min 10. Dit werkt ook zo voor, brillen en lenzen die je in je ogen hebt. Ook voor die geldt dat aangegeven wordt dat een holle lens negatief is. Meestal als je bij de opticien bent geweest, dan heb je een lens of een bril van nou, ergens tussen de min 1 en de min 6 voor niet te grote afwijkingen. Of als je een positieve, een bolle lens in je bril nodig hebt, dan wordt het bijvoorbeeld 1 tot 2, 3, 4, 5, zoiets. Oké, dat zijn lenzen. Denk even terug. Ieder voorwerp wat doorzichtig is en aan de ene kant smaller is dan aan de andere kant, werkt als een lens. Dat betekent dus ook dat als je je flesje drinken in het bos laat liggen en de zon gaat lekker schijnen, werkt het ook als een lens. Vormt het ook een brandpunt, kan brand veroorzaken. En een ander voorbeeld wat soms nog wel eens in natuurkundeopgaven terugkomt, is dat water dus ook een lens vormt. Je kunt het hier een beetje zien. Hier een waterdruppeltje opgespoten. Hier nog een waterdruppeltje. En je ziet dat de letters daardoor een beetje afwijken, een beetje groter worden. Het beeld wordt een beetje versterkt. Dit waren de lenzen. Verschillende soorten. Bollen, bollen en dat was hem.